Bocht uit, nog circa 100 meter tot het startpunt. 50 meter. De start is gevallen, gaat mis achter de auto met paard nummer 2, Drogba Apache. De strijd om de leiding gaat tussen Ebbingen en Rotegatter. Waarbij aan de binnenzijde High Five Renka goed weg is, maar aan de buitenkant nog veel beter Hunter Montana. Hunter Montana, die neemt het veld op sleeptouw. Tweede plaats erachter is voor High Five Henke. En in derde stelling een goede start voor Hollywood Star. Achter Hollywood Star is ook Umbra er goed bij. Met verder weg in het veld dan Cassandra Day. En achter Cassandra Day hebben we dan in aansluitende vorm Victory Moco en Iceman. En daarachter dan op enkele lengte achter het veld Hans Bot met zijn Obsession Eden. Deelnemers in langgerekte formatie en een hoog tempo denk ik. Dat wordt gedicteerd door Hunter Montana op weg naar einde overzijde. Hunter Montana heeft een anderhalve lengte voor. Op de tweede plaats krijgt de koers op maat high-five ranken. Daarachter volgt dan Hollywood Star, die op een lengte weer wordt gevolgd door Umbra. Achter Umbra hebben we dan aan de binnenzijde die nummer 7, Cassandra D. Maar er komt wat reactie in het veld. Victory Moco gooit de knuppel in het hoenderhok en is de ideale gangmaker voor het paard dat er achteraan mee naar voren wil. En dat is paard nummer 9, Iceman. Paarden komen op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de rechter nog een ronde te gaan. En het is kop van het veld Hunter Montana. Hunter Montana heeft die lengte voor. Op de tweede plaats erachter volgt dan het nummer 3 van High Five Ranken. Achter High Five Ranka aan de binnenzijde een mooie koers op paad voor Hollywood Star. Die wordt op een lengte gevolgd aan de buitenzijde door de opkomende Victory Moco. Aan de binnenkant Bit Umbra met Rick Wester voor ruimte. Buitenzijde dan nummer 9 van Iceman. Daarachter heeft al hard gelopen weer. Die nummer 4 op Session Eden. De binnenzijde is de aansluiting voor de zeven. En dat is Cassandra D. Vooraan gaat het tempo omhoog. En De paarden gaan voor de laatste maal op weg naar de overkant van de baan. En het veld staat onder aanvoering van Hunter Montana. Hunter Montana op dit moment als een groot voorst aan de leiding. Op de tweede plaats achter hebben we dan het nummer 3 van High Five Renka. En Ebbingen die heeft ja, eigenlijk wel de koers op maat, maar is er nog lang niet. Achter deze deelnemers aan de binnenzijde Hollywood Star. Daarachter krijgt uitgeschakeld 9-9 negen. Negen, negen galop. En gaan de deelnemers nu op weg naar einde overzijde? En is dan kop Hunter Montana die een eerste aansporing krijgt. Maar de voorsprong is nog altijd gezond. Hunter Montana echter krijgt zo dadelijk de aanval van een ijzersterke Victory Moco. Binnenzijde high-five Renka. Daarachter dan Umbra die klaar ligt om een aanval te plaatsen. En daarachter volgt dan Hollywood Star die op dit moment geen kant op kan. En we komen dan in de laatste rechte lijn. Hunter Montana heeft de leiding nog wel. Maar er komt de reactie. Want daar is als eerste de aanval van Victory Moco. En helemaal aan de buitenzijde komt Umbra. Umbra die komt dan met vleugels naar voren samen met Victory Moco. Victory Moko, Umbra naar achter Hollywood Star. Het is in het midden van de baan, Victory Moko. Daar komt Umbra met een laatste jump. En die is voldoende, of niet? Oeh, dat mag de aankomst rechteruit zoeken, zeg. Umbra aan de buitenzijde van Victory Moko of omgekeerd. En de derde plaats is voor de laat vrijgekomen Hollywood Star.